In deze vlog geef ik tips hoe je op afstand de beste hulp kan bieden. Vandaag 7 tips over hoe je huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar maakt. Mijn naam is Kawe Boete en ik ben traineradviseur bij Faros. Faros is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Met mijn collega's draag ik bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. In Nederland gaan mensen met een lagere opleiding 6 jaar eerder dood. Ook leven ze 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Daarom zetten we ons in om te zorgen dat iedereen in dit land gelijke kans heeft op goede zorg en preventie. Door het coronavirus zijn vele gezinnen al weken thuis. Kwetsbare gezinnen, waaronder mensen met een lage sociaal-economische status, en vluchtelingengezinnen worden zwaarder geraakt dan anderen. Deze risicogezinnen zijn meer kwetsbaar voor stressfactoren die kunnen leiden tot huiselijk geweld. Een eerste intake in deze tijd is vaak telefonisch. Hoe help jij als raadsonderzoeker, zorgverlener of hulpverlener deze kwetsbare gezinnen op afstand? Tip 1. Creëer of gebruik een ingang. Neem de tijd om kennis te maken. Zeg wie je bent. Leg uit wat je doet en waarom je belt. Let vooral op signalen van laaggeletterdheid. Leg uit wat je zegt in eenvoudig taal en herhaal wat je hebt gezegd. Tip 2. Bouw een vertrouwensrelatie op. Wees geïnteresseerd en vraag het hoe het met ze gaat. Natuurlijk zeggen vaak cliënten dat het goed met ze gaat, maar dat kan een sociaal wenselijk antwoord zijn. Let op signalen of hij of zij kortaf is, blij, verdrietig of gelaten. En check of je goed hebt geïnterpreteerd en vraag door. Wees ervan bewust dat niemand graag de vuile was buiten hangt. Ga daarnaast niet meteen op je doel af, maar neem de tijd voor het gesprek door echt geïnteresseerd te zijn. Zo bouw je een vertrouwensrelatie op. Tip 3. Let op de manier waarop iemand antwoord geeft. Als Nederlands niet de eerste taal is van het betreffende gezin, is het belangrijk om rekening te houden met de intonatie en klemtoon. Verschillende intonaties kunnen voor Nederlandse cultuur schijn wekken dat er minder interesse is en weinig respect voor de gesprekspartner. Denk er ook aan dat in sommige talen geen woorden bestaan die wij gebruiken voor de woorden bijvoorbeeld depressie of kindermishandeling. Tip 4. Laat je kennis en expertise zien als autoriteit. Beweeg mee met de cliënt, maar jij bent de professional en jij geeft de leiding voor het gesprek. Dus jij bepaalt de koers. Deel je werkervaring door bijvoorbeeld te benoemen dat je vele gezinnen hebt bijgestaan. Kindermishandeling en huiselijk geweld is in Nederland bij de wet verboden. Het is belangrijk dat mensen weten in Nederland dat overtreden van de wet consequenties kan hebben. Informeer mensen over de mogelijke gevolgen van hun gedrag, want ze hebben het recht om dit te weten. Deze eerste 4 tips zijn de voorwaarden van ieder gesprek. Tip 5. Verken het probleem en de dynamiek van het geweld. Stel vooral vragen en luister goed. Je kan bijvoorbeeld vragen, had u verwacht dat ik zou bellen? Of, weet u waarom ik bel? Hierdoor krijg je feiten en incidenten boven tafel. Oordeel niet en interpreteer niet. Tip 6. Pas regelmatig de terugvraagmethode toe. Met de terugvraagmethode kan je nagaan of je boodschap goed is overgekomen. Je doet dit door de cliënt te vragen om in eigen woorden te vertellen wat hebben jullie zojuist besproken. Belangrijk is hierbij om de vraag bij jezelf te houden. Je zegt, ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Tip 7. Informeer de cliënt over het vervolgtraject. Maak een afspraak voor het volgende contactmoment. Sluit het gesprek vervolgens positief af en met een glimlach. Bel terug en bespreek hoe het gaat. Heb je vragen over deze vlog? Mail ons dan. Heb je iets aan deze tips? Deel dan met je collega's. In de volgende vlog vertel ik over normaliseren. Wanneer dit van toepassing is en hoe je dit kan doen.